Ik heb echt best wel veel gekocht. Hoi, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie meenemen naar de Sephora in Düsseldorf. Ik hoorde namelijk een paar maanden geleden dat we een Sephora zou openen. Hij is inmiddels ook alweer een paar maanden geopend ongeveer. Düsseldorf is best wel dichtbij vanuit Nederland. Het ligt een klein beetje aan natuurlijk waar vandaan je komt. Maar wij zijn vanuit Arnhem gekomen waar mijn ouders wonen. En dan is het 1,5 uur rijden. En Sephora is natuurlijk toch wel heel erg leuk. We hebben het niet meer in Nederland. Dus ik was heel erg benieuwd. Ik wil heel graag even gaan kijken of het de moeite waard is om een tripje naar Düsseldorf te plannen. Het schijnt echt dat ze merken hebben als Kat Von D en Huda Beauty en zo. Dus dat is echt wel heel nice. Ik ga het gewoon filmen. Ik ga erheen. Ik maak er een vlog van. En ik ga jullie meenemen vandaag. En misschien, als ik lekker geshopt heb, als het een goede Sephora blijkt, komt aan het einde ook nog gewoon een shoplog. En dit is mijn gezelschap. Mijn moeder. Wat doet die? Jeff. Er staat hier een auto stil, maar ik moet daar langs. We lopen nu vanaf de parkeergarage naar de Sephora. En het zit in een Galeria Kaufhof. En er zijn er twee in Düsseldorf. En dit is die aan de Koningsallee. Ja. Het is een beetje hetzelfde idee als wij vroeger, rest in peace, de V&D hadden waar de Sephora in zat. Hier op de hoek. Zie. Sephora. Ja, ja. Je loopt de winkel binnen en je loopt gelijk tegen de Sephora corner aan. Als het zwart is, dat is Sephora. Too Faced, Makeup Forever, Kat Von D, helemaal in style. Liquid lipsticks. Deze ken ik nog niet, ziet er gewoon mooi uit. Highlighter palet. Dit is wel echt heel, heel erg glitterend. Deze is er ook, waar ik een keer een video van heb gemaakt. Heel bijzonder. En de tattoo liner. Dit is hem toch weer? Ja, de tattoo liner. Dit is de tattoo, die is zwart, top, hè? Ja, als je de zwarte pakt, ze hebben ook bruin. Ik zat eigenlijk aan te denken om een Kat Von D foundation te proberen. Kijk, hoe geweldig de verpakking. Qua kleur heb ik wel iets gevonden, maar ze zeiden dat het niet zo goed is voor de droge huid. Meer voor de vette, ja, of normale, zoals ze het noemen, huid. Dus dat is jammer. Maar goed, ik heb wel hele mooie andere dingetjes. Wat is dit? Liquid lipstick. Mini eyeliner liquid. Ja. Leuk. Pearl Capsule. Face Energy. Energy Shot. Oeh, wat is dat? Ja, dat ziet er ook grappig uit, hè? Een soort shot. Ja. Yeah. Shotmasker. Ja, Huda Beauty, de highlighter paletten, maar ook de foundations. En natuurlijk Desert Dusk, mijn favoriet. Prachtige oogschaduwpalet. Oeh. Zo. Ja, we zitten hier op de kwijlen. Zo mooi. Kijk, hoe mooi. Oeh. Ja, en oeh, de Peaches & Cream producten. Dat ziet er toch heerlijk uit. Van Too Faced. Zo mooi. En deze met allemaal matte kleurtjes. Mist, een basis, foundations. En dan hebben we ook nog Marc Jacobs. Met lipsticks. Oogschaduws. Foundations. En de collectie die helemaal uitverkocht is. En natuurlijk is ook veel eigen merk, Sephora, make-up, huidverzorging, dat hebben ze ook heel veel. En het is dus echt een standje in de winkel, best wel op het midden van de winkel. En hieromheen zitten nog veel meer cosmetica, maar dat zijn dus allemaal merken die niet onder Sephora vallen in deze winkel. En vanuit de ingang, daar is de ingang, lopen we er zo tegenaan. Ja. Wordt even beeld, mijn outfit wordt even beoordeeld. Bijen pijpen, dat valt ook wel weer mee. Na het shoppen bij Sephora lopen we nu even naar een plek om te gaan lunchen. Waar wijs je naar? Wat is er? Mooi. Ja, mooi, ja. Het is echt lekker weertje. Ik vind het gezellig. Ogen ook hier. Ik vind het ook zo leuk, was 1,5 uur rijden. En je hebt ook echt wel het gevoel dat je even in het buitenland bent. Dan ben je echt even een dagje eruit. Dat vind ik ook fijn, toch? Precies.
Het was even zoeken, maar uiteindelijk hebben we een plek gevonden waar we kunnen gaan lunchen. Heel leuk. Met kusmondjes op de deuren. Heel toepasselijk. Het heet Laura's Daily. Ze hebben allemaal hele gezonde sapjes en bowls en drankjes. Ik ben heel benieuwd. Ik heb een wrap. Jeff heeft een salade. En mama heeft een salmon sandwich. Ik geef Jeffrey zijn zonnebril heen. We lopen nu even ook naar de tweede galerie. Kaufhof. Even kijken of hier ook eens voor is. Kan ik jullie goed informeren? Ja, de andere galerie Kaufhof zag er wel echt mooier uit van de buitenkant. Nou, we zijn binnen en geen Sephora te bekennen. Dus deze kun je overslaan. Deze Galeria Kaufhof. Zo, ik ben weer bij mijn ouders thuis. En ik dacht, ik doe er gelijk een shoplog achteraan. Dan kan ik jullie gelijk alles laten zien wat ik heb gekocht. En ik vind het ook altijd zo leuk om alles even door te nemen. En extra blij te zijn met mijn aankoopjes. Ik heb echt best wel veel gekocht. Maar ik moet zeggen dat het assortiment me echt niet tegenviel. Leuke merken, Kat Von D, Huda Beauty als mijn favorieten. Maar ook zoiets als de Peach & Cream collectie bij Too Faced. Gewoon superleuk. Ik ben echt wel positief en ik vond het zeker het tripje waard. Ik ben heel blij dat ik even ben geweest. En ik denk zeker dat ik er nog wel een keer terug ga. Voor duidelijkheid, ik ben niet gesponsord, alles zelf betaald. Ja, gewoon op eigen initiatief omdat ik gewoon gek ben van make-up. En heel erg benieuwd was naar deze voorraad. Ik ga beginnen met een product van Too Faced van de Peaches & Cream collectie. Voor duidelijkheid, Too Faced is verkrijgbaar in Nederland bij een aantal Douglas filialen. Peaches & Cream niet, voor zover ik weet. Ik heb het ook nagevraagd bij de PR-dame van Too Faced toen ik bij Niné was een paar maanden geleden, omdat het merk dus naar Nederland kwam. En zij gaf aan dat die ook niet zou komen. Dus toen ik het zag, dacht ik gelijk yes. Dit is het oogschaduwpalet. Er waren 7 varianten, een volledige matte. En deze. White Peach Multidimensional Eyeshadow Palette. Een schattige verpakking. En ik ben gewoon dol op persik. Persik is een van mijn lievelingskleuren. En ik vind het een heel lekker stuk fruit qua smaak. En de geur vind ik heel lekker. Dit is de verpakking. Super mooi, glossy. En met die gouden details. Oeh, very nice. Dit is ook super tof gedaan. 2 persikjes. Zo. Dit zijn de oogschaduwkleurtjes. Een mix van mat en glanzend. Er zitten typische warme persiktinten in, maar ook wat cool. Zoals paars, zwart. Heel erg mooi. En dit palet was €44,99. Dan heb ik de Primed and Peachy Cooling Matte Perfecting Primer. Infused with Peach and Sweet Fig Cream. De verpakkingen van deze collectie zijn echt heerlijk. Zo mooi. Ook echt voor de lente en zomer perfect. Mega leuk. Ik heb net mijn hele stash opgeruimd. Daar is ook een video van online gekomen. En dan denk ik gelijk aan dat deze super mooi in die bak kan. In de lade met alle foundation primers. Maar misschien zet ik hem ook wel gewoon op mijn kaptafel neer. Want hij is echt wel heel pretty. En dan het laatste product van Too Faced. Peach Mist Mattifying Setting Spray. Infused with Peach and Sweet Fig Cream. Ja, een refreshing setting spray. Ook mega, mega leuk. Shake Me Baby. Oh ja, goede reminder. Ik ben echt zo iemand die dat vergeet. Maar met die sticker erop kan dat niet. Heel, heel blij mee. Deze 2 producten waren allebei €32,99. En wat ik even een goede vind om te benoemen is dat als ik kijk op de Sephora.fr webshop, de Franse webshop. Dat is de meest voordelige webshop als je gaat bestellen vanuit Nederland. Is dat de producten daar even duur zijn. Dus de primer is €33 en het palet €44,90. Mam! Dus dat is ook wel heel redelijk. Dan heb ik van Kat Von D eindelijk een Studded Kiss lipstick. Wilde ik al heel lang hebben. Alleen al is het alleen al maar. Om de verpakking. Met studs. Ja, vind ik gewoon super cool. Je ziet het al op het doosje. Mega mooi. En dat is Double Dare. En dit is de lipstick verpakking. Zo tof. En dit is dan de lipstick zelf. Vrij neutraal. Maar dan aan een iets rode kant. Dus hij is niet super beige of echt heel licht. Nog wel een beetje kleur. En dat vind ik wel echt heel mooi. Deze lipstick was €19,99. En dan heb ik ook weer de Tattoo Liner gehaald. Een super, super goede eyeliner. Echt een hele fijne, goede eyeliner. En die was ook €19,99. En zo leuk, ik kreeg een mini. Ik kreeg die cadeau. Dus dat is een sample die ik erbij kreeg. Er zit echt een streepjescode op, maar ja, ik heb hem gekregen. En het andere wat ik kreeg, vond ik ook wel heel leuk. Een body butter. Die ziet er ook super schattig uit. Too Cool for School Egg Mellow Body Butter. Ook
echt een leuk reisformaatje. Lekker. Ruikt niet naar eieren of rotte eieren of wat dan ook. Ze hadden ook echt wat Koreaanse cosmetica. Ook echt heel leuk, omdat ze vaak heel innovatief zijn, die merken. Tony Moly is een van mijn favoriete merken. En ja, daar heb ik ook 2 producten van gekocht. Om te beginnen hiermee. Hier zag je ook een kort shot van. Taco Pearl Capsule Cream. Dus hier zitten parels in. En het is de bedoeling dat je een pareltje eruit pakt. En die smeer je uit over je gezicht. En de verpakking is alweer geweldig. Kijk nou. Zo'n spookje. Even kijken hoor. En dat ziet er dan zo uit. Super cool. Ga ik ook proberen. Die was, als ik me niet vergis, €28,99. En heb ik ook nog van Tony Moly de cleansing stick. Ik begreep eigenlijk niet heel goed wat dit was. Maar ik dacht, ik ga het gewoon testen. Misschien ook leuk voor een video. Cleansing oil stick for completely removing make-up and skin impurities. En dat is een beetje het kleine broertje. Heel cute ook. En die ziet er zo uit. Dus een soort ja, make-up remover. Ik ga het proberen. Sorry als er wat lawaai is. Ik zit dus bij mijn ouders. En ja, er gebeurt gewoon van alles. Dus ik hoop dat het niet stommend is. Dan tot slot. Huda Beauty. Ja, ik vind het een geweldig merk. En nou weet ik dat er een pakketje naar onderweg is van Huda Beauty van de PR. Dus ik was wel een klein beetje bang dat ik dacht, oh, straks koop ik dit en dan zit dit in dat pakketje. Maar ik besloot de gok te wagen. En ik heb een super mooi highlighter palet gekocht. Ik haal hem hier wel even uit. Ja, hij zit een beetje, het ziet er ook echt gewoon viezig en beschadigd uit. Er zit ook een soort van op haar gezicht echt dat effect extra geplakt. Je echt die glow ziet. Echt heel leuk. 3-dimensional highlighter palette. Melted cream en powder. Oh, Pink Sands Edition. Deze. Is hij nou een beetje vies? Ik had wel gekeken. Hij is al niet gebruikt. Oep. Super, super mooi. Mega, mega mooi. De eerste highlighter is een cream en de rest zijn poeders. Prep, set, sculpt en flush. Heel, heel blij mee. En mijn moeder had ook nog iets gekocht. Wat had jij gekocht? Ik heb gekocht. Heel apart. Heel apart dit. Het is wel gelijk mooi. Ik heb gekocht een Kat Von D. Die jij ook hebt gekocht. Ja, de eyeliner heb je ook. De eyeliner heb ik gekocht. De tattoo liner. Is dat deze? Nee, dit is de lip liner. Oh. Dit is de tattoo liner. Ook de tattoo liner die ik net liet zien. Gewoon exact dezelfde. De zwarte kleur, dat is de kleur Trooper. Die heeft mama ook gekocht. Ik hoop dat je het fijn vindt. En ik heb deze lip liner. Dat is een hele fijne, zachte kleur. En die gebruik ik eigenlijk, eigenlijk altijd. Een lip liner. En ja, vaak in een net iets andere kleur. Dan je lipstick. Ja, ja. Waardoor je gewoon een mooiere effect, ja, mooie effect krijgt. Een meer kleurig effect eigenlijk. En dit is de kleur lipstick Vampira. Het highlighter palet van Kat Von D. Van Huda Beauty was €42,99. Mijn lip liner was €16,99 van Kat Von D. Ja, en in de webshop is hij 4 cent goedkoper. Maar dat scheelt bijna niks. Dus dat vind ik echt wel interessant. Ik dacht echt van ja, misschien is het dan in de webshop nog veel goedkoper. Maar nee, en ik vind het fijn, ja, het leuk om een dagje te gaan shoppen. Je kan het swatchen, je hebt geen verzendkosten, ja, dus ik vond het wel de moeite waard. In de pocket. En je hebt het meteen in de pocket, ja, dat ook. Ik vond het echt heel leuk om even naar Düsseldorf te gaan. Ik vond het verder ook een leuke stad. We waren al een keer geweest, toen ik er was, herinner ik me opeens, maar dat was echt jaren geleden. Zes jaar, langer. Ja. 8 jaar geleden, denk ik. Ja. Dus ik vond het leuk, het was lekker weer, dat hielp ook. Thijs zit aan de Prosecco. Wat doe je? Ik film jou. Wat doe je? Ik kan zeggen, mooie Sephora, leuke merken. Oké, ze hebben niet alles, zoals Fenty Beauty hadden we wel een beetje op gehoopt. Dat is wel heel jammer. Ja, dat hebben ze niet. Ja. Maar ja, ik vond het echt heel leuk. Ik ben heel blij met mijn producten. Laat het weten als je ergens nog een review van wil zien of een video of wat dan ook. En dan verder hoop ik gewoon dat je het leuk vond om te zien. En heel graag tot de volgende keer. Doeg!